Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Je hebt een bes en je hebt een kiwi. Breng die twee te samen en je verkrijgt een kiwi-bes. Klinkt misschien een beetje exotisch, maar eigenlijk wordt het gewoon hier bij ons in België geteeld en meer bepaald in Oostmalle bij Peter. Dat is precies de jungle. Goedemorgen, Loïc. Ça va? Ça va. Peter, kun jij een keer uitleggen aan de kijker, gewoon heel simpel, wat is een kiwibes? Kiwibes, dat is een variant op de gewone kiwi. Oké, dus het is wel familie van elkaar. Het is familie van elkaar. Het is afkomstig uit Siberië, wordt ook wel eens Siberische bes genoemd, maar gedijt heel goed in België. Het is winterhard hier ook, kan temperaturen tot min 30 aan wanneer dat de plant in rust is. Echt? Ja, blijkbaar is hem heel content met het klimaat hier. Wij zijn meestal altijd aan het zagen over ons Belgisch weer, maar voor de kiwibes is dat prima weer hier. Ja. Heeft hier geen last van ziekten en plagen, waardoor we ook niet hoeven te bestrijden. Wat natuurlijk ook nog eens extra gezond is als we... Hm? Ja, dus je kunt die letterlijk gewoon zo van de plant direct eten. Direct eten. Is niks mee gebeurd. Daar is niks mee gebeurd. Zalig. Ja. En wat is zo het verschil met een kiwibes en een kiwi dat de meeste mensen kennen? Oh ja, zoals je ziet, een kiwi die heeft een vloeren frankskanaal, zal ik maar zeggen. De huidje, dat moet er altijd af om te kunnen eten. Ja. Deze bes kan je gewoon zo eten. Moet je niet schillen, moet je niet wassen. Van binnen heeft het dezelfde textuur dan de kiwi, maar is veel zoeter, heeft nog veel meer vitamine C en is extra lekker. Hm? Allee, nee. Dat zijn eigenlijk zo wel snoepjes, zo een beetje gelijk druiven. Dat zijn snoepjes, ja. Zolang een zak chips, als je eraan begint, moet dat op. Mag ik zo eens een proeven? Een en dat rijp is, want deze zijn nog wat hard. Die zijn nog te hard. Wij oogsten eerst de binnenkanten van de plant. Okay. Die hebben nu de meeste suikers al. En deze, dat komt ongeveer een dag of vijf later. Dan gaan we deze oogsten. Maar die zijn nu nog te hard. Dat suikergehalte ligt nog niet hoog genoeg. Ja, okay. Dan ga ik in die rij moeten zoeken. Gezellig hieronder, hè? Zalig. Het is ook een pakje frisser. Alsjeblieft, hè. Proef maar eens. Top. Zoals je ziet, die is licht indrukbaar. Die is wat zachter. Zo moeten ze gegeten worden, dan zijn ze best op smaak. Niet als ze nog wat hard zijn. Nee, dan zijn ze nog een beetje te zuur. En? Zalig, hè. Dat is echt, zoals je beschreef, een kiwi, maar veel intenser van smaak, veel zoeter. Ook zo'n licht zuurtje is wel lekker. En de textuur, ja, mega zacht. Precies zo, dat je uit een sprookjesbos komt. Ja. Zeg, Peter. Je vertelde net dat de kiwibes keigoed en makkelijk groeit in België. Maar waarom is dat dan nog zo onbekend in België? Maar er is maar één oogst per jaar. Hè? En voor de consument is het ook zo dat het maar twee maanden per jaar verkrijgbaar is in de winkels. Hè? De maanden september en oktober. Waardoor dat het ook minder gekend is, omdat het een zeer korte periode verkocht wordt. Want dat was mijn volgende vraag, ja. Waar kunnen de mensen thuis, als ze nu zin hebben gekregen in die lekkere kiwibes, waar vinden ze die? Oh ja, al onze kiwibessen die gaan naar coöperatie Hoogstraten. Ja, hè, dat is onze zakelijke partner, zal ik maar zeggen. Van de grijzekes, van de aardbeien. Van de lekkere aardbeien. Alle supermarkten in België hebben beloofd van dit jaar mee te doen. Dus binnenkort liggen ze in alle supermarkten in België. Kijk, goed. Allee, dus nog één tip aan de kijker. Als je ze ziet in de supermarkt, pak ze mee. Want voordat je het weet, zijn ze uit te rekken. En dan heb je er helemaal niet gehad. Moet je weer een jaar wachten. Weer een jaar wachten dan, ja. Kijk, goed. Allee, dikke merci voor de info. Ik vond het mega boeiend. Ook... Tof om dat plantje en die bes te leren kennen. Jawel. Ik ga er iets lekkers mee maken, maar ik ga er een chutney van maken. Klinkt al goed.